Nou, hij is dus vannacht binnengekomen. En er staat dat ik hem moet accepteren. Dus ik weet niet of dat al een voorzetje is. Beste Sabrina, je hebt deelgenomen aan de selectie van de deeltijdopleiding huidtherapie. Rang nummer 46. Zit tussen. Ik zit er net bij. Van de 48. Jeetje. Ik heb hem gewoon. Ja! Ik heb hem. Oh. Jesus Christ, hè. Nou, we zitten erbij. We gaan 4 jaar naar school. Yes, ik ben dus gewoon aangenomen, hè? Nummertje 46. 3 juni heb ik de intake. Ik heb een mailtje gekregen dat ik de intake dan heb. En ik hoop dat ik dan te horen krijg wat mijn rangnummer heeft bepaald. Ik zelf heb een beetje het vermoeden dat of het feit dat ik nog een jong kindje heb, mij een ander rangnummer heb gegeven dan als ik deze niet had gehad. Maar dat weet ik niet. Ik zit erbij, daar ben ik heel blij mee. En super lief, van Nicoline een mooi kaartje gekregen. Van Renita een leuk kaartje gekregen. En iedereen om me heen zo blij en zo trots op me. Dus leuke reacties gehad. Leuke felicitaties. Ik zit erbij. Ik ga gewoon naar school weer. Ik vind het echt zo wijs leuk. Ik ga een laptop kopen. Een nieuwe schooltas kopen. En ik heb er helemaal zin in. Dus misschien ga ik de paasdagen alvast eventjes speuren. Maar ik heb totaal geen verstand van waar je op moet letten bij laptops. Dus ja, de accu duur. En volgens mij moet je een i5 of i7... software hebben. En de maat is natuurlijk belangrijk. Maar ik ga even spieken. Ik heb een hele mooie van Microsoft gezien. Met zo'n leerlook. Maar als er hier iemand is die er verstand van heeft, let me know. Want ik kan wel wat tips gebruiken. Zo, het is weer de gebruikelijke woensdagmiddag. Dus ik ben even lekker thuis nu. En ik ga zo meteen aan de slag hier in de salon. Ik ga lekker een nieuwe dermapen-kuur starten. Althans, ik ga een kuur verlengen nu. Iemand, een dame met acne-littekens, dus die moeten nog 3. Ik heb een microfoontje. Ik hoop dat het een beetje helpt met alle bijgeluiden, want ze zijn achter me aan het klussen. En hierboven komt er een fantastische Boeing over. Ja, dat heb je hier in de buurt van Schiphol uiteraard. Nou, ik ben weer een beetje op de gezonde tour, dus ik heb voor mezelf een lekkere salade gemaakt. En ik heb vanmorgen ook weer een gezonde smoothie gemaakt. En dat wil ik nu iedere ochtend wel weer doen. Ik sla namelijk snel de maaltijd over 's ochtends. En begin vaak met een cappuccino. Dat heb ik al eerder laten zien. Dat is natuurlijk een van mijn guilty pleasures. Nu ga ik dat proberen te minderen sowieso. En kijken wat er dan met me gebeurt. Ook met mijn huid. Ik merk gewoon dat ik ook op mijn lichaam wat vaker pukkeltjes heb. Ook op mijn rug, mijn schouders. Dus ik moet er echt op gaan letten. En ik heb gewoon gemerkt dat de koolhydraten langzaamaan weer in mijn maaltijden zijn beland. Vanavond eet ik wel gewoon mijn pizza. Ik moet natuurlijk niet overdrijven en gelijk alles helemaal healthy doen. Maar in de gezonde smoothie, die heb ik natuurlijk heel vaak laten zien. Maar wat ik er nooit bij verteld heb. En waar ik zelf ook altijd last van had, was die insulinepiek die je daarna krijgt. Dus wat moet je nu doen? Je moet er altijd een eiwitbron aan toevoegen. Dus als je heel veel fruit, als je zoals bijvoorbeeld start met een fruitsalade of iets dergelijks, dan moet je er sowieso, is het heel handig om er noten en zaden bij te doen bijvoorbeeld. Of een notenmix. Het is heel handig om er een eiwitbron bij te doen. Dus kokosyoghurt of een amandelmelk of iets in die range. Ik heb nu een hele salade gemaakt. En er zitten wel wat blauwe bessen in. Avocado heb ik erin gedaan. Tomaat. Ik kijk altijd een beetje wat ik heb liggen her en der. En ik heb er lekker 2 gekookte eitjes in gedaan. Dat is natuurlijk heel erg goed voor de eiwitten. En daar kan je dan de dag mee doorkomen. Dus en als ik tussendoor nog trek heb, neem ik lekker een rijstwafel met een beetje hummus erop. Ik ga ook proberen mijn eigen brood te maken. Zonder gist. Want gist is ook weer heel slecht voor je huid en voor je lichaam überhaupt. Dus, maar ik ga niet alleen maar vloggen natuurlijk over mijn eten. Dus ik ga nu even lekker mijn maaltijdje happen. En dan ga ik alles klaarzetten boven voor mijn 2 behandelingen. En vanavond moet ik ook nog even werken. Dus ik ben lekker alleen thuis. En daar ga ik het eventjes van nemen. Dus, en trouwens vandaag is mijn dochter Eveline ook gestart met vloggen. En die heeft haar kanaal en dat heet Eveline Sabrina.
Dus ik zal de link onder deze vlog zetten. Hartstikke leuk als jullie willen kijken. En natuurlijk als jullie je willen abonneren. Want ja, dat is gewoon hartstikke leuk. Het gaat een beetje over haar leventje. En over hoe zij met Minty de dingetjes doet. Dus hartstikke leuk als jullie daar ook eventjes een kijkje willen worden. En willen abonneren uiteraard. Dus helemaal goed. En alvast een fijne dag. Oh, het is vrijdag. Wat een ontzettend lekker weertje is het. Ik ga nu gauw naar de mondhygiënist. En als ik ergens een hekel aan heb, is het de mondhygiënist. En tandarts, het maakt me allemaal niet uit. Maar mondhygiënist gaat zo zitten vroeten in je mond. Dus ik ben heel benieuwd hoe het allemaal gaat. Dus beste in town. Oh, nou, ik heb het weer overleefd hoor. Het is echt een hele tijd geleden dat ik bij de mondhygiënist dus geweest ben. Daar kwam ze ook wel achter. En ik ben nog ooit opgevoed met netjes tanden flossen. Dat deed ik ook regelmatig, maar nou, het ziet er wel netjes uit. Net bloedde het echt als een rund. Ik had dus tussen mijn kiezen had ik dus enorm veel tandsteen. Ik zal even pakken wat ik van haar gekregen heb. Want wat blijkt nou? Dat flossen, dat werkt dus helemaal niet. Want je, ja, wel bij je tanden, maar bij je kiezen heb je zeg maar dat je kiezen allebei zo in een soort bloemetje lopen. En dan in het midden hebben ze allebei een soort holling naar elkaar toe. Dus daar blijft dan tandsteen staan. Dus nu heb ik zo'n dingetje gekregen. En dat is een soort borsteltje is dat. En die ga je gewoon zo ertussen doen. Zo. En dan hou je dus dat tandsteen weg. Dus ik ben echt... En ik moet zeggen, ik heb altijd slechte ervaring. Moet de komende dagen ook even afwachten. Want de keren dat ik het heb laten doen, kreeg ik onwijs ontstekingen uiteindelijk. Maar ze heeft nu antibacterieel spulletje erop gedaan. En een soort pijnstillend cremmetje. Ze zegt, want je hebt kans dat je napijn krijgt. Maar ik vond de behandeling ook reuze meevallen. Dus ja, nou ja, ik... Kijk, zie je dit al zo ontstoken hier? Hier ook. Maar ja, daar was ik dus iedere keer mee bezig. En dat was dus het probleem dat ik met flosdraad deed. Ze zeggen, je snijdt ook heel snel met flosdraad. Dus ik ga deze prachtige borsteltjes even kopen. En dan over een half jaar weer. Dan ben ik benieuwd of het een stuk beter is. Maar er was in ieder geval een stuk tandvlees, tandsteen moet ik zeggen, allemaal weggehaald. Dus ik ben weer helemaal blij. Ja, weet je, het is af en toe niet leuk. En dat vind ik ook van de tandarts. Althans, ik heb een hele aardige tandarts. En ik moet zeggen, ik ben niet bang voor de tandarts. Ik heb al te veel gehad. Maar ja, ik ben super blij met deze praktijk. En het zit niet bij mij om de hoek. Het zit in Voorhout. En ik woon zelf in de buurt van Lisse. En ik werk in Noordwijk natuurlijk. Maar weet je, ik rijd er gewoon voor. Ik ben er gewoon heel blij mee. En Bas en Simone, super leuk stel. En doen het allebei onwijs goed. Bas heeft mijn kronen gemaakt. En Simone heeft mijn kinderen al vaak geholpen. Dus ja, nee, echt. Als je in deze regio woont en je zoekt een tandarts, zeker naar de Componistenlaan gaan. Want het is een hartstikke leuk stel. Ik ga gauw terug naar Noordwijk. Ik mag nu eventjes niet eten. Dus nou ja, ik lunch wel even iets later. Zometeen komt de meneer van Douwe Egberts even voor een nieuw koffieapparaat. En dan gaan we nog even wimpers pakken. En dan is het paasweekend. Heerlijk, lekker vrij. Dus genieten van het lekkere weer. Vanavond lekker barbecue bij stal. En we gaan zondagavond lekker uit eten. Dus gaan jullie nog wat leuks doen met Paas? Ik ben wel heel erg nieuwsgierig wat mensen zo al doen in die vrije weekenden. Oh, hebben jullie het al gezien op Instagram trouwens? Dat onze verzendkosten omlaag zijn gegaan in prijs. We hebben sowieso België erbij, waar ik super enthousiast over ben. Want ik vind het echt heel leuk dat we vragen hebben vanuit België. Dus je kan nu via bank contant bij ons betalen. En je kan nu de verzending naar België doen. Verzendprijsje. Ons eerste pakketje naar België is eruit gegaan. Dus ik ben echt super trots. En ja, ik vind het wel heel leuk dat er mensen zijn die vertrouwen hebben in ons. En ja, ik vind het gewoon erg leuk. En ik ben druk bezig met mijn mini lunch party voor aanstaande dinsdagavond. Leuk, want ik heb vandaag wel mensen uitgenodigd en gisteren. En we zitten dus al op de 10 aanmeldingen. Ik heb er 20, dus ik heb nog een paar plekjes vrij. Maar ik heb er echt super veel zin in. De verzendkosten zijn vanaf nu namelijk niet 6,95, maar 5,95 binnen Nederland. En vanaf 100 euro gratis verzending.
En voor België ook vanaf 100 euro gratis verzending, maar 8,95 verzendkosten. En dat gaat via My Parcel, dus dat heb ik nieuw aangemaakt. En kijk eens wat ik vandaag binnen heb gekregen. Ik probeer het even te laten zien. Kijk, ik heb binnen gekregen een hele doos van My Parcel. Prettig kennis maken. Wij zijn My Parcel. Een hele leuke kaart. Kijk, met de beste Sabrina. Welkom My Parcel. Succes met het verzenden. Groetjes Shanti. En een mooi tapeje erbij. En over voordelig verzenden. Hoe we dat dan kunnen doen het best. En een leuk boekje erbij. Internet. Godinnen en webhelden. Dus nou ja, ik heb geen idee. Het is een cadeautje van een mevrouw. Dus, maar in ieder geval, de verzendkosten zijn dus omlaag. Daar ben ik super trots op. Dus dat wilde ik natuurlijk ook even met jullie delen. Nou, ik zit nu even te wachten op mijn laatste klant. Kijk, ik heb al mijn goodiebags voor dinsdag klaarstaan. En de nieuwe producten. En ik heb zometeen lekker weekend. Dus nog één klant even een beetje wimpers paar bijplakken. En dan ga ik lekker genieten van het weer. En vergeet jullie alsjeblieft niet in te smeren. We hebben natuurlijk hele mooie producten. De Suzanne Posnick, die hier staat. De minerale poeder, die je gewoon continu over je gezicht kan aanbrengen. En we hebben natuurlijk de Prevention Plus. Niet geheel onbelangrijk. Goed water blijven drinken of überhaupt goed drinken. Genieten. En vooral happy zijn en lekker genieten van de paasdagen. Iedereen een hele fijne zondag en een lekkere week nog voor de boeg. Ik zie jullie sowieso komende week weer. En tot op Instagram, op Facebook of YouTube. Doei doei!